wanneer dat ik mijn eerste communie deed, dan, ja, ik kom uit een katholiek, oer-katholiek gezin, waarmee dat ik totaal goddeloos geworden ben, en waar dat de eerste communie, ter gelegenheid van de eerste communie, moest er konijn heten worden, en mijn vader trad niet op als mijn grootvader, mijn lievelingskonijn, Kaduin, een slag in de nek gaf, zodat het dood was. En ik heb al die jaren mijn vader gezien als een moordenaar, terwijl dat het liefste man was die er op aarde rondloopt. Dat is het hele verhaal. Prachtig. Voilà. En nu gedaan met filmen.